Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Wonderwachters. En in deze Efteling aflevering gaan we het hebben over de vernieuwingen in het park. Ja, we zijn deze zomer niet geweest, zoals jullie wel gemerkt hebben, denk ik. En er zijn toch wel flink wat dingen veranderd met betrekking tot dat moment zelf, zoals de zomeravonden bijvoorbeeld. Maar ook vaste dingen nou in het park bijvoorbeeld. Zoals gekke kleine dingetjes die kleine kun je ze eigenlijk niet noemen, zag ik vandaag. Maar gekke kleine dingetjes die veranderd zijn, ook wel grote dingen die veranderd zijn, maar... Hele grote dingen, zoals de opening van de Baron. De Baron natuurlijk. En Marijn is, in ieder geval de Marijn die er de vorige keer, Marijn en Meijer dus, die vorige keer bij de Baron aflevering er niet was, die is er vandaag ook en die gaat ook even zijn mening delen. Daarover. Ja. Nou, Marijn, pas maar los, jongen. Klopt. Ik heb de Baron toen een dag al eerder gedaan, dus ik was er met de opening niet bij. Ik ook ben natuurlijk heel erg te spreken over de Baron. Het is een immersive-themed attractie. Je wordt echt meegezogen in het verhaal. En ik weet zeker dat de Efteling hiermee echt de standaard zet voor zichzelf. Om hier met dit niveau van kwaliteit de komende jaren door te blijven gaan. Dit niveau van thematisering. En wat ik wel even kwijt wil over de Baron, want we hebben natuurlijk al uitgebreid gehad over verhaal en rit en zo. Even een minpuntje vind ik toch wel de buitenwachtrij. Vooral de hekjes vind ik niet leuk. En, ik weet hoe stom het klinkt. Met zo'n perfecte attractie ga je natuurlijk op de kleine dingen letten. Maar ik vind het een saaie wachtrij. Dat wil ik even kwijt en ook niet echt mooi om te zien. Ja, ik op zich kan er wel mee eens zijn, maar aan de andere kant. Ik heb wel het idee, ik vind voor de Baron vind ik eigenlijk geen vervelende wachtrij. Ik vind dat de wachtrij vrij snel doorloopt. Ja, dat helpt wel als je in de rij staat. Dat helpt wel een beetje. Ik bedoel, want sommige attracties, het is lastig om even een voorbeeld te noemen, maar... Bob. Laten we zeggen de Bob of de Python of zo. Daar sta je toch vrij lang stil op dezelfde plek. De Bob is daar een beter voorbeeld van. Daarom is het daar wel vrij essentieel dat je plek hebt waar je een beetje kunt gaan zitten. Maar ja, hier is dat niet zo erg. Je verplaatst zo snel van plek iedere keer. Tenzij je de front seat rij pakt, dan heb je nog wel eens kans dat je eventjes een tijdje stilstaat ergens. Maar dat loopt ook wel door. Ja, dat klopt. Dat maakt het wachten natuurlijk wel makkelijker. Maar je wordt niet echt de mijnwereld ingezogen. Dat gebeurt eigenlijk pas als je het stationsgebouw instapt. Nou, niet helemaal de mijnwereld ingezogen. Nee, je loopt toch langs een mijn af. Het is een gemiste kans. Dat wil ik even kwijt. Ja, ik vind dat inderdaad eigenlijk, nu je het zegt wel ook een beetje, maar ja, het is toch wel, je kunt wel die achtbaan zien vanuit de wachtrij, maar ja, na 70 minuten, dat er geregeld staat de afgelopen tijd, langer zelfs, ook al draaien ze nu met een betere capaciteit, blijven die wachtrijen aandringen en aandringen, ben je op een gegeven moment ook wel klaar met het kijken naar die achtbaan. Het is gewoon wel jammer dat daar toch een klein beetje plankje mis slaan. Ja, dit soort minpuntjes zul je altijd blijven houden. Ja, tuurlijk, want het is nou wel, we hebben in ieder geval een hele zomer gehad om de Baron te bekijken. Nou hebben we hem allemaal niet heel vaak gedaan, zoals een aantal veteranen van die attractie natuurlijk. Maar ja, toch, je ziet nu wel een beetje de dingetjes in die we er weten nu minder wel wat de Baron is. Ja, en we kunnen niet zeggen dat het slecht is, want dat is het zeker niet. Het is zeker mijn nummer 2 attractie van dit park. Klinkt een beetje stom, maar nummer 1 is Fata Morgana. Het is gewoon echt een hele goede attractie. Ze hebben voor het eerst eigenlijk sinds Aquanura, wil ik zeggen, maar dat is meer een show. Ja, eigenlijk vind ik persoonlijk voor het eerst sinds Meisje met een Zwavelstok is het echt weer iets heel goeds neergezet. Oké. Ja, en het moeten ze zeker vol blijven houden. Ja. Ook wat ik net al zei, ik bedoel... Als je zo gaat thematiseren, ook met het Engels bijvoorbeeld, wat in de attractie komt. De Efteling verplicht zichzelf hiermee wel om dit niveau te blijven bieden. Ik ben ook niet bang dat ze daar moeite mee zullen hebben om dat niveau te bieden. Ik heb het niveau al gezien bij de Vliegende Hollander. Ik wil niet zeggen dat ik er fan van ben dat het zo aangekleed is, maar het niveau was er al eigenlijk al wel. Maar het idee voor dat niveau wel, ja.
Ja, ik vind wel inderdaad dat ja, de Vliegende Hollander is een soort van opmaat. Als ik ga kijken naar afwerkingsniveau dan. Ja, dat is zeker waar. Maar ja, Vliegende Hollander heeft natuurlijk zijn gebrekken, zoals we allemaal weten. Maar ja, ja, het is wel zo dat ze toch nu, het valt vooral op met dingen die ze afgelopen jaren neer hebben gezet, dat dit toch wel iets is wat, waar ze in één keer de stand heel, ja, heel ja, hard mee neer hebben gezet. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met een nieuwe bestuur wat de Efteling heeft. Ja, veel beter gewoon, zo. Ja, want ik bedoel, tijdens de periode met Bart de Boer was het eigenlijk gewoon, we moeten maar gewoon heel veel mensen naar binnen krijgen. Klopt. Want ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, Joris en Draak is een van mijn minst favoriete attracties van dit park. Ik vind het gewoon matig afgewerkt, als ik eerlijk ben. Ja, ja, als je de rest ziet dan ineens wel, maar ja, ja, ik blijf bij mijn punt. Het is en blijft een houten achtbaan. Ja, ja oké, okay, maar en ik vind hem eigenlijk ook iets te lomp staan in het landschap, maar goed. Ja, nou ja, dat, ja, maar goed, dat is een dingetje. Wij zijn de fans die daar natuurlijk over ja, praten, maar andere mensen die gaan hier echt niet over nadenken. Nee, inderdaad, dat is wel waar. We hebben het... Jouw mening hebben we. Ja, of, nou, ik breng natuurlijk even een verbeterpunt naar voren, maar dat wil niet zeggen dat ik het geen goede attractie vind. Nee. Ook, we hebben natuurlijk al uitgebreid besproken over de rest van de attractie, dus daar ga ik nou even niet meer over uitweiden. Maar dit wilde ik nog even toevoegen. Andere toevoegingen dit ja, deze wij, zomer? Ja, wij hebben net een opvallende toevoeging ontdekt met de vis. Ja, ja, de vis. Nou ja, ik weet heel eerlijk gezegd, ik heb het een keer ergens gelezen of zo dat het toegevoegd zou worden of zo. Maar wanneer, wie heeft het ook weer gezegd of zo? Weet ik niet. Dat stond ergens een keer op Eftelist of zo. Maar, want dat lees ik nog wel eens geregeld. Maar, ja, in één keer zit er een of andere was het, random eerste vis. Eerste idee ook? Ja, voor, ja, om die vaart een beetje. Oké, okay, ja, dat wist ik ook. Er zit nu gewoon in één keer een vis in de Een soort robotachtige vis is het. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb natuurlijk wel het filmpje bekeken. En ik moet zeggen, dit zijn de leuke kleine dingetjes die de Efteling het waard maken om te bezoeken en om weer te bezoeken. Het voegt echt iets toe aan je dag. Echt een magisch dingetje wat je... Je hoorde de bezoekers ook wel reageren. Dit zijn de dingen die de Efteling meer maakt dan een attractiepark alleen. Dat vind ik, kan ik echt waarderen, dat de Efteling ook weet van we moeten dit soort dingetjes toevoegen. En dat, ik weet ook zeker dat dat gewaardeerd wordt door de gasten. En die kijken, kijk, een vis in het water. Ja, ja. Het klinkt misschien niet... Het zijn de kleine dingen die je doet, hè? Ja, vaak. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ja, maar ja, dat is iets kleins natuurlijk, waar we al 2 minuten over aan het praten zijn. Maar ja, op zich, het is wel leuk om te zien dat ze zulke dingen toevoegen. Niet heel goed over nagedacht, maar naar mijn herinnering is nog iets toegevoegd aan van die kleine dingen deze zomer. De gondoletta is natuurlijk helemaal vernieuwd. Er is sowieso bij de gondoletta een hele hoop veranderd. Qua station. Er is het is niet heel groot, maar ja, het is ook weer zo'n klein ding, weet je wel. Het is eigenlijk een beetje vreemd dat ze dan in dat programma met Olaf Vechts toen, hoe heet het ook weer, terug op de werkvloer. Ja, ja. Dat het toen is allemaal als... overkapping. Overkapping. En op zich heb ik ook wel het idee dat het nodig is. Ik denk dat het nodig is, maar ik denk dat ze puur gewoon niet doen omdat het er niet uitziet, denk ik. Ik denk dat je heel veel zichten gaat verstoren op het eiland. Op zich, ik denk dat ze naar de draaischijf, dat is misschien voor de medewerkers een beetje jam. Maar ik denk dat het niet heel essentieel is dat ze de draaischijf overkappen, maar wel dat ze de wachtrij overkappen. Ja, dat enigszins misschien wel, omdat dat kleiner is. Maar als je dat op die grote schijf doet, je gaat zichtpunten verstoren, heel erg. Denk ik dan. Weet ik niet of het nou zo essentieel is dat je ook die wachtrij gaat overkappen. Ja. Ook dat gaat denk ik je zicht verstoren. Het is al zoveel behoefte aan een overkappen. Eigenlijk wat het wel een beetje is, het is wel belangrijk voor de gasten. Want er was trouwens ook bij de Baron, daarom hebben ze liever nevelaars opgehangen deze zomer. Maar het is denk ik toch wel, want we worden in de wachtrij van de gondoletta, door een plaatsing die op een heel groot deel van de dag flink in de zon staat, worden er toch wel geregeld mensen onwel in die wachtrij. En het is maar, op zich, het gaat niet heel snel vooruit die wachtrij. En zo. Dus
ik denk dat het best, je staat best lang op dezelfde plek als je in die wachtrij staat. Ik denk dat het toch vrij essentieel is om dat te doen. Het is jammer van het zichtpunt, maar je zit toch wel met een ander probleem. Oké, dat is waar. Misschien is het een oplossing om, ik weet niet, bomen of zo over de wachtrij heen te laten groeien. Iets in die richting wat natuurlijker staat, maar toch schaduw biedt. Ik denk dat dat misschien wel een hele mooie oplossing is inderdaad, om schaduw te creëren. Want wat denk jij ervan? Ja, op zich wel. Maar qua warmte is het een probleem, of want als je in de schaduw staat is het minder warm. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar ik denk, heel eerlijk gezegd, nou, als je de bomen overheen gaat laten groeien, dat is natuurlijk een heel goed idee, dat staat ook heel mooi. Maar er gaan wel jaren overheen voordat die groot genoeg zijn om zo'n wachtrij. Ze kunnen ze gewoon neerplanten, ja, van planten, die kant-en-klaar bomen neerzetten. Ja, en je zit ook wel met waar je ze precies gaat plaatsen, want op zich het pad tussen de pagode en de gondolette in is niet heel groot, maar toch komen daar flink veel mensen overheen. Aan de kant daar zo. Ja, en ik denk ook op het moment dat de Hartelhof er komt, dat er veel meer capaciteit gevraagd wordt van dat pad. Oké. Dat is wel zeker waar, ja. En nou goed, een overkapping instel, uiteraard, is niet zo'n probleem. Nee. Volgende nieuwe punt, wat hebben we op de lijst staan? Nou, laten we het even hebben over iets wat we natuurlijk niet kunnen weg kunnen vagen uit het gedachte beeld van deze zomer. Ja, ik weet waar je naartoe wil. Dat is natuurlijk de zomeravonden. Ik dacht een ander punt waar je naartoe wou. Oh. De plek waar we nu zitten. Dat niet vernieuwd is. Oh ja, daar zullen we het zo ook nog eens even onze dingen daarover uit. Maar in ieder geval de zomeravonden. De zomeravonden, ja. Het Negenpleinen Festijn heet het voortaan. Al was het voor ons een beetje... Ja, ik heb de vernieuwing daar niet mee gekregen. Eigenlijk was het een beetje voor ons een Driepleinen Festijn, maar ja, dat is terzijde. ja, dat, met het Negenpleinen Festijn, ja, dat is natuurlijk een... hoe zeg je dat? Dat is gewoon een onverslaanbaar evenement. Ik denk dat er eigenlijk weinig evenementen zijn die het beter doen. Nou, ik heb één verbeterpunt voor het Negenpleinen. Ja, er zijn genoeg verbeterpunten. Ja, nou, even een belangrijk verbeterpunt vind ik de grote, tussen aanhalingstekens, artiesten die op de Brink komen. Ik kan me voorstellen dat de Efteling niet 9 grote sterren op het podium wil hebben, want dat gaat echt heel duur worden. Maar 2 of 3 grotere artiesten die toch wel boven het niveau van de huidige artiesten zijn, dat moet te doen zijn. Als Liseberg Snoop Dogg in kan huren, dan kan de Efteling ook Guus Meeuwis in huren. Ja, aan de ene kant, je hebt wel gelijk. Ik ben er ook echt te compleet voor. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat het ongelooflijk duur is om die 9 pleinen te vullen met van alles. Je ziet ook wel dat er bezuinigd is. Ik heb wel gezien dat er flink. Okay. Er is bezuinigd in ieder geval op die zomeravonden. Ik bedoel, het Ruigrijkplein is helemaal leeg bezuinigd. Ja, dat is echt gewoon pijn om te zien. Bij het Witte Paardplein tussen de shows door kwam eerst nog een soort goochelaar. Dat stelt me niet heel veel voor, maar dat was wel geinig. Er wacht al wat meer sfeer. Die is ook verdwenen uit het aanbod. Even kijken. Fata Morganaplein hebben ze eerst iets aan gedaan. Ja, dat vond ik erg leuk zo. Daar hebben ze wel dingen aan gedaan. Ja, echt. Er is een beetje een achtergrondverhaal ontstaan met Nadir. Die zou familie zijn van de slangenbezweerster en de buikdanseressen. Dat zouden allemaal bij elkaar horen. Dus. Ja, en het was leuker dat hij nou op een podium was. En hij was echt goed te verstaan ook. Dat was een pluspunt, vond ik. Ja. Op een microfoontje. Dan hebben we natuurlijk het Steenbokplein, Never Change a Winning Team. Number one. Ze zeggen wel eens Never Change a Winning Team. Maar ja, daar is eigenlijk niks op aan te merken. Dat is gewoon het leukst. Hij heeft het even props staan daartoe. Het is weer fantastisch gedaan eigenlijk. Het is gewoon nog alleen maar beter geworden, want hij heeft voortaan 2 sets. Ja. Hij heeft 2 verschillende muzieksets. Het is daar ook gewoon het gezelligste. Ja. Maar dat is een beetje wat ik vind met die zomeravonden. Was het beste doen is op de pleinen waar het gezellig is. Bijvoorbeeld hier bij Carnaval Festival, daar is het wel gezellig. Ja, ik ben er zelf niet een ongelooflijk fan leuk, van. Maar... Het is heel leuk hoor, maar ik ben zelf niet de grootste fan van het Carnaval Festivalplein. En bij de Steenbok. En als er een leuke artiest is op het hoofdpodium, dan dat is echt waar de zomeravonden het beste in zijn. Ja, wat ook trouwens wel een plein
met leuke sfeer vond, is bij het Witte Paard. Ja, Witte Paard. Ja, dat is ook wel leuk. En in het Sprookjesbos daar. Ja, heel eerlijk, daar ben ik niet eens geweest. Nee, daar zijn we eigenlijk ook niet echt geweest. Ja. S'avonds oogt die volgens mij best leuk. Ja, dat is slijm ook wel. Oké. Ja, ik heb één ding gemist eigenlijk deze zomer ook. Namelijk de Zingende IJskoman was dit jaar niet nergens te bekennen. Die was er niet. Dat vind ik toch altijd wel een leuke toevoeging. Oh. Ja, die was er gewoon inderdaad een manier. Want die staat bij de uitgang dan meeste tijd nog, hè? Ja. Er werd al geopperd dat hij misschien al volgeboekt zat deze zomer. Dus we kunnen alleen maar hopen dat hij de volgende zomer... Oké, dat was jammer. Ja, maar ja. Voor nieuw punt, is nog wat opgevallen? Om nog even over die zomeravond door te gaan eigenlijk. Mm-hmm. Zoals ik al zei. Het Ruigrijkplein deed heel erg pijn. Dat was triester gewoon. Dat was een beetje triester. De sleuteliers die deden een of andere vage act. Er waren twee sleuteliers die een beetje vreemde muziek aan het zetten waren. Ja, een vage act. Nee, dat is echt dat was en dan waren er een paar acrobaten, dat was wel leuk. Maar ik zou heel eerlijk opperen om gewoon te zeggen van... Breng die twee DJ's terug die er waren. Ik weet dat daar een beetje kritiek op was. Ja, die twee machinisten. Ja, met die flessenpost. Dat was best leuk. Ja, die was, eigenlijk dat was wel leuk. Dat was eigenlijk veel leuk. Is toch sowieso niet het meest wow-plein van het Negerspleinenfestijn. Het is altijd maar een beetje een opvullend plein geweest. Dus ja. Flessenpost vond ik leuker was bij de Piranha toen. Piranha, daar mogen ze eigenlijk ook wel iets aan doen. Toen ik dat voor het eerst zag, vond ik dat wel hartstikke leuk. Piranha, weet je wat het is met dat Piranha-plein? Dat is heel goed. Het is heel goed gedaan en het is ook heel leuk. Maar niet veel herhaling. Dat is gewoon. Ik vind precies hetzelfde met meerdere van die pleinen. Zoals dat Droomclubplein. Daar ben ik zelf sowieso niet zo van. Daar bij Tom van de Venplein. Maar dat lijkt me ook niet leuk als je dat vaker gaat zien. Herautenplein lijkt me ook niet leuk als je dat vaker gaat zien. Ja. Die had ik één keer gezien en toen was die dans was best leuk. Maar... Ja, maar. Ja, nou, ik bedoel. Piranhaplein vind ik nou eerlijk gezegd niet echt heel speciaal. Nou, de eerste keer dat ik het zag, vond het wel heel leuk. Ja, je kijkt er een beetje naar, maar ik mis een beetje interactie eigenlijk. Nou, er is wel interactie. Bijvoorbeeld de limbo, dat weet je nog wel. Ja, dat weet ik nog dat wel. Dat weet ik nog wel, dat was wel leuk en zo. Maar ja, nou, ja ik bedoel, het is niet voor herhaling, hè? Nee. Het was één keer wel leuk. Dat is één keer leuk. Wat ik zelf erg leuke act vond bij het Ruigrijk, maar dat was dan zo'n eenmalige, was die Speedpainters. Heb je die toen ook gezien? Oh ja, dat was wel leuk. Dat een aantal jaar terug, toen was het nog Zevenpleinenfestijn. Oh ja, wauw. Dat is wel even... dat is eigenlijk helemaal niet lang geleden. Maar dat soort acts vond ik eigenlijk ook heel leuk, die er toen waren. Ja, inderdaad. Dat is zeker waar. Maar... Ja, eigenlijk, om even, we zijn nu op zich met het Ruigrijkplein al een beetje, maar om terug te komen op de hoofdpodium wat je zegt over die artiesten. Ja, er komen wel een paar leuke artiesten hoor, maar zoals Too Unlimited was heel leuk. Ja, Too Unlimited, Vengaboys. De Vengaboys was heel leuk. Dat was wel heel leuk, maar voor de rest. Ja, Frans-Duits. Frans-Duits had een hele grote belofte om het leuk te maken, maar die heeft zijn line-up verpest. Maar dat is een ander verhaal. Het verschrikkelijk met ook met Jamai. Ja, maar dat is niet leuk. Op. Dat is geen feestartiest. Maakt niet uit wat voor B-artiest je ook in doet. Als het een feest is, is het leuk. Ja, dat moet je gewoon doen. Dat maakt echt niet uit hoor. Ik bedoel, ik snap niet dat de Efteling denkt dat ze per se aan zo'n gigantische hoge standaard moeten zitten qua artiesten of zo. Dat het per se bekende mensen moeten zijn. Dat boeit helemaal niemand iets. Als het gezellig is, dat was daar echt niet leuk. Ik denk wel dat mensen boeit. Druk was het daar. Ja, op zich, bekende namen gaan echt wel mensen naar het park trekken hoor. Ja, oké, dat is wel zeker waar. Maar ik denk niet. Ja, nee, je hebt inderdaad wel gelijk. Mensen komen daarvoor wel naar het park. Maar ik denk op het moment zelf, als mensen daar al zijn. Want een heel groot deel van de mensen die komen zijn abonnementhouders eigenlijk. Ja, deze avonden. Dat zijn toch heel overgrote abonnementhouders. Het zijn veel abonnementhouders. Maar het zijn ook dagjesbezoekers. Ja, maar ja. Weet je wie ze eigenlijk ook op het podium op de brink zouden moeten plaatsen? Lee Towers. Lee Towers. Die hebben we al. Ja, dat is gehad. Die hebben we al gehad. Eddie Ollie. Ja, dat is serieus. Ik dacht eigenlijk meer aan Lee Towers. Vajen van den Bos. Ja, die zijn er ook. Jij hebt ook al gehad, toch? Die is ook al een keer. Maar ik vind dat van die artiesten, dat is allemaal heel mooi en zo. Maar ik vind dat niet voor zo'n feestavond. Vind ik dat niet geschikt. Het is wel Efteling. Ja, maar ik vind dat voor zo'n feestavond niet geschikt eigenlijk. Nou, maar als we het hebben weer eens over Jamai, daar zag je toch ook. Daar liep bijna iedereen weg.
Dat was verschrikkelijk. Ja, ik ben er niet geweest voor een laatste show hier. Wij wel. Geweest, maar, ja. Jij vond het leuk, toch? Vond jij dat leuk? Nou, ik vind Jamai wel een goede artiest, maar wat Adam zegt, het is inderdaad geen feestartiest. Nee, dat is niet... Nou ja, het is niet voor de feestnummers, nee. Jurgen Freilich, dat is gewoon feesten, maar... Ja, maar wat, ja, zoals iets als Steel Unlimited, Venga Boys, dat ja, was leuk. Ja, want daar gaat Soul iedereen Man, op los. Soul Man, dat was ook wel leuk, maar dat was weer een beetje anders. Dat was ook wel heel leuk, maar... Ja, ik bedoel, op de oude podium stonden die artiesten als Jeroen van der Boom, Gerard Joling en zo. Dat is wel heel leuk. Eigenlijk moet je die terug halen. Ja, maar die zijn zo ongelooflijk duur. Ik heb een keer gekeken op Gerard Joling. Ja, maar 10.000, toen was het concept ook veel kleiner. Ja, dus maar Gerard Joling vraagt 10.000 euro voor een half uurtje. Klopt. Dan kunnen ze een hele hoop meer doen. Nou, liever een andere artiest eigenlijk. Ja, maar dat is nou het punt. Ze hebben nu dus meer podiums. Daar gaat gewoon meer budget in zitten. Dus. Ja, maar dat is natuurlijk dat is een goede zaak, hoor. Dat is een goede zaak, ja. Ja, ik vind dit concept eigenlijk wel gezelliger. Moet het wel goed gevuld zijn. Net zoals bij het Ruigenrijk. Nou ja, met die act. Maar de Efteling zit ongetwijfeld ook terug te kijken op deze zomer. We zien wel wat ze voor. Ja, ze kijken altijd mee. Ik moet mee. Wel zeggen, van de afgelopen jaren heb ik wel gemerkt dat ze op kritiek wel ingaan. Ja, zeker. Veel er meer, is hè? Schijnbaar iets gebeurd bij Tom van de Venplein. Ik heb het zelf niet gezien. Maar er is schijnbaar wel iets aangepast of zo op kritiek. Omdat wel nou, dan zullen we het zien op de filmpjes van op YouTube. Eftel Wesley, en dan moet je vooral even naar het laatste Jurgen Freilich Slagerfestijn kijken. Ja, maar die filmt toch alles, dus je... Ja, dan moet je naar het laatste Jurgen Freilich Slagerfestijn kijken, en dan win ik met spijkerslaan. Goed zo, dat is alleen maar leuk. Ja. Ook een vernieuwing voor volgend jaar op het bord. Ja, op mijn naam komt op het bord. Oké, de volgende vernieuwing. Uitgebreid besproken nu. Ja. Zijn er nog enige andere aanpassingen en of vernieuwingen in het park? Ja, er zijn... Laat het even hebben over... Daar zijn jullie niet geweest, maar daar zal ik ze even beginnen. Oh, Pinocchio restaurant. Vertel maar eens. Laat ik even beginnen over dat restaurant. Ja, zoals jullie misschien wel eens hebben gemerkt, ben ik daar wel een fan van de horeca hier in het park. Nou, of ja, trouwens, in ieder geval, ik ben fan van de horeca. Niet per se van hier in het park. Nee, dat maar, weet ik. Ja, het Pinocchio restaurant was ik eigenlijk best tevreden over. Zoals jullie misschien hebben gemerkt, was op het begin, toen het net was Eftelist, de eerste zomeravond daar geweest, toen is daar een review uitgedraaid met foto's die ik ook heb gezien, waarvan ik zelf ook een klein beetje ongelukkig werd diep van binnen. Maar toen hebben ze schijnbaar, toen kregen ze, werd er in één keer getweet door de Efteling dat ze de dingen aan hadden gepast en zo. En toen ben ik ook maar eens een keer bezig kijken. Ja, en toen Eftelist heeft een review eruit gedraaid toen, die aardig positief was. Nog niet lovend, maar toch aardig positief. En ik ben toen zelf ook geweest en ik kan toch zeggen dat ik daar wel positief over ben. Ik bedoel, je bent niet aan het, zoals ik vaker heb aangesteld, je bent niet in één keer in Europa Park. Maar ik bedoel, het was lekker eten. Ik bedoel, het was voor de Efteling in ieder geval een hele hoge standaard, laten we dat zeggen. Maar... En wat het ook heel veel toevoegt daar is in ieder geval die show die erbij zit. Dat maakt het toch wel een heel leuk restaurant en zo. Maar het vond het over het algemeen heel goed gedaan. Ook gewoon dat je binnen kon lopen. Gewoon, maakt niet uit als je nam. Gewoon, ook al ging je er alleen iets drinken, was volgens mij ook prima voor hun. Maar nou, waren ze waarschijnlijk niet zo heel blij mee, omdat het iedere week vol zat op zaterdag. Maar ja, ik ben er uiteindelijk 3 of 4 keer geweest of zo. Ik ben er uitermate positief over. Oké, nou, entertainment heb je daar. Wat vond je daarvan? Ja, dat vond ik erg leuk. Ik vond, dat voegde veel toe in ieder geval. Want ze zijn wel eens naar het Sprookjesboombuffet geweest daar. Dat was lekker. Dat was het eten best, was best goed. Het eten alleen was best goed. Ja, de entertainment alleen, was zo kinderlijk. Nee, dat was niet eens echt entertainment toen of zo.
Nee. Die draaiden gewoon alleen maar van die irritante muziek. Oh ja, dat was die muziek, ja. Ja, dat draaiden gewoon heel irritante muziek van sprookjes. Maar we kregen toch wel van die sprookjes bewoners aan tafel. Waren wel maar dat was, bij ons zijn ze niet aan tafel geweest. Ja. Dus dan meestal alleen bij kinderen. Maar die muziek, ja, die bleef op een gegeven moment ook hangen. Hè, ja, en toen hebben ze maar die normale Efteling CD aangezet met een paar van de muziek. Dat was een heel, heel grote verbetering. Dat is maar hier is dus echt een speciale show die vrij leeftijdsonafhankelijk gemaakt is. Ja, tuurlijk, er zit een klein stukje kinderdisco in, maar niet zo verschrikkelijk dat het hele rest... Er zit trouwens wel een disco stukje in waar het hele restaurant doordreunt, maar dat is niet per se een kinderdisco. en dat is wel leuk gedaan. Er zitten ook acrobatenstukjes in en zo. Het is heel veelzijdig. Wel een beetje vreemd, maar het is heel veelzijdig en het is leuk tijdens het eten. Ik kan even zeggen dat de show beter was dan Ravelijn. Gewoon beter dan Ravelijn, ja echt. Ja, met heel veel... Dat kan niet anders. Maar, wat is er nou niet beter dan Ravelijn, hè? Ja, nou, Duinrel, slagharen. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ja, oké. Okay. Maar dan maar. Ja, applaus. Dat moet zeggen dat ze daar wel een keer weer flink de goede richting in zijn gegaan. Want ik had veel kritiek op Applaus de afgelopen tijd. Omdat je daar in principe gewoon altijd per se voor 30 euro moest reserveren. En dan gewoon nog drinken bij. Je was gewoon altijd duur uit als je lekker wilde eten in de Efteling, vond ik altijd. En dan was dit een heel goed ding voor. Dit was een heel goed ding waar je gewoon binnen kon lopen. Even iets kon eten, iets kon drinken en dan weer weg kon. Ja. En je was goed gevuld ook. Maar ja, voor de rest niks op aan te merken behalve wat er nu is gebeurd. Nu het hoogseizoen voorbij is, is de Efteling weer te bang om geld kwijt te raken. Even voor als er iemand van de Efteling luistert, is ze altijd te bang om geld kwijt te raken. Maar nou is het in één keer, dan moet je per se reserveren, moet je per se een bedrag van 23,50 afrekenen. En moet je per se 3 gangen nemen. Dat is precies wat mijn hele probleem is met dat restaurantapplaus. Ik kom daar heel graag. En ik vind dat heel lekker om te eten. Maar ik vind het gewoon verschrikkelijk dat je moet reserveren. Ik vind dat verschrikkelijk dat je daar dan per se 3 gangen zou moeten nemen. Ik vind dat je er gewoon vrij in moet komen lopen. Het hele probleem natuurlijk, ik snap ook wel dat ze dat doen, is omdat het in een rare uithoek ligt. Daarom zouden ze daarnaast de uitrijk moeten bouwen. Maar daar zijn jullie ook te lui voor. jullie hebben gewoon echt iets, voor als er iemand van Efteling luistert, jullie hebben echt iets heel stoms gedaan. In één keer weer. En daar kan ik heel chagrijnig van worden, maar ja. Oké. Okay. Ja. Zo, je zit ook weer even kwijt. Ja. Echt serieus. Ik zie hem nu helemaal boos worden. Nee, grapje. Oké, maar hebben we nog wat punten voor? Er zijn een paar paarden, er zijn een paar stenen voor vervangen of zo. Ja, maar we zijn hier geen 5 zintuigen. En inmiddels ligt de pagode ook weer aan de grond trouwens. Ja, dus dat moeten ze ook weer Niet te vergeten. En dat is een probleem van Intermin, maar vooruit. Ja, daar moeten ze naar kijken. Niet te vergeten dat het boek van Ravelijn is ook gepresenteerd. Baron. Van de Baron. Ja. Wat een erg mooi boek is. Ik zeg wel het automatisch Ravelijn. Ja, het ziet er echt mooi uit, ja. Ik heb het nog niet gelezen. De plaatjes die erin staan zien er goed uit, maar ik wil het boek sowieso hebben. Ja, ik had wel een keer kopen, maar dat is eigenlijk denk ik, hou ik dat gewoon als ding wat ik in mijn kast heb. Ik zag trouwens, ik heb net even ingekeken in een exemplaar en op de laatste pagina staat een afbeelding van een kompel certificaat. En daar staan ook de namen van Walter Bolliger en Claude Mabillard. Dus dan wil je hem zeker toch wel hebben? BNM mensen staat gewoon een verwijzing in naar BNM. Dat vind ik erg leuk. Dat is een baas, ja. Nou, en dan kunnen we bij hopelijk deze worden deze certificaten ook nog een keer uitgedeeld bij de Baron, net als de Python diploma's. Misschien wel. Zou eigenlijk leuk zijn. Nog punten, want dan denk ik dat ik ga afsluiten. Ja, nee, dat was het zo wel, denk ik. Ja, dat was het belangrijkste. Oké, leuk dat je weer geluisterd hebt. En wij zijn te horen op YouTube. Het klinkt een beetje raar, maar... En we zijn te volgen via Facebook en Twitter. En wij zijn ook te vinden op pretparksblog.com. Houdoe! Houdoe! Houdoe!